De Coin 360 geeft een helder beeld wat er de afgelopen week is gebeurd. En dat het hard kan gaan in de cryptocurrency space zien we in de lijst van de biggest gainers en losers. En de politie moest eraan te pas komen en heeft de betogers uiteindelijk kunnen verjagen. En Trump besluit dat er maar één echte munt is en dat is gewoon de dollar. En dus de YouTuber van deze week, Ivan Ontech. Want doorbreken wij dit punt, wordt het mijn inziens wel heel erg serieus. Cryptofans, Crypto Sanders hier met alweer een nieuwe weekupdate. In deze video's bespreken wij het meest belangrijke crypto nieuws van afgelopen week. Kijken we naar de markt en lopen wij samen door de coins die opvielen. Geen tijd om iedere dag het crypto nieuws te volgen of vind je het fijn om in één keer bijgepraat te worden? Kijk dan zeker deze video's. En kun je deze video's nu waarderen en wil je op de hoogte gehouden worden, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Abonneer je op het kanaal en zet de notificaties aan om geen weekupdate meer te missen. En uiteraard zijn wij ook via social media te bereiken. Check onze Twitter, Facebook en Instagram @CryptoSanders. En wil je nu meepraten over het nieuws of heb je gewoon een vraag over starten in crypto? Meld je dan even aan voor onze Telegram groep Starten met Cryptocurrencies. De Coin 360 geeft een helder beeld wat er de afgelopen week is gebeurd. De Bitcoin namelijk in de plus ten koste van alle overige altcoins. De Bitcoin staat op dit moment op de $11.680, wat gelukkig een plus is van maar liefst 6,52%. Maar het treurige nieuws, de overige altcoins verliezen met veelal dubbele cijfers. Kijken we naar de coin market cap, zien we dat we vanaf het begin van de week een mooie stijging hebben gemaakt. We kwamen van de 316 en zagen woensdag 10 juli een mooie plus en geraakten zelfs op de 356 biljoen. Maar hebben deze helaas niet kunnen vasthouden en je ziet dat in de tweede helft van de week wij helemaal naar beneden zijn gedoken. Hebben zelfs even het punt van 310 biljoen aangetikt en proberen heel voorzichtig aan weer naar boven te klimmen. Wat we zien dat we weer op het beginpunt van 319 biljoen zijn teruggekomen. En hopelijk gaan wij vanaf hier weer een mooie stijging tegemoet. Maar de BTC-dominantie blijft superieur. We staan op dit moment zelfs op de 65,1%. Maar zoals we net al zagen, de overige altcoins hebben het zwaar. We zien Ethereum in de min 4,52% afgelopen week. XRP 10% en ook Litecoin is begonnen aan een serieuze daling. Dit natuurlijk mogelijk veroorzaakt door de op handen zijnde halving en duikt 11,21% naar beneden. Bitcoin Cash in de min 12%, Binance Coin 5% en EOS heeft een zeer zware klap te verduren gekregen in de min met zelfs 16,80%. Bitcoin SV ook een zware klap, 17,24%. Cardano 10% in de min. Leo 12%, NIO 10% en Chainlink. Oei. Daar waar we het vorige week nog hadden over de mooie tijd voor Chainlink, zien we deze week een min van maar liefst 19,70%. En een van de grootste stijgers en verrassende cryptocurrencies in de lijst is Crypto.com. Die stijgt maar liefst met een percentage van 42,97%.
En dat het hard kan gaan in de cryptocurrency space zien we in de lijst van de biggest gainers en losers. De biggest gainers van afgelopen week Bashand met maar liefst 500% in de plus. Kijken we naar de biggest losers, zien wij Clockcoin op nummer 1 met maar liefst een min van 61,19%. En pakken we de Bitcoin chart er even bij, zien we dat we aan het begin van de week een mooie stijging hebben gemaakt van maar liefst 20,14%. Maar helaas hebben we deze niet vast kunnen houden en zijn wij vanaf woensdag zo'n 16, bijna 17% naar beneden gedoken. En het blijft spannend dit weekend wat de BTC gaat doen. En of wij de weg naar boven weer gaan vinden. Of dat wij vanaf dit punt toch weer een daling naar het volgende level gaan inzetten. Van de week besprak ik al in een van mijn video's dit punt op deze trendlijn. Het was te hopen dat wij in ieder geval deze trendlijn zouden respecteren. En het ziet er op dit moment uit dat wij dat zeker hebben gedaan en weer een weg naar boven aan het zoeken zijn. Vraag is natuurlijk wel of wij nu uiteindelijk deze top kunnen uitschakelen en weer naar die $14.000 kunnen geraken. Maar het zou natuurlijk ook zeker mogelijk kunnen zijn dat wij vanaf hier een lower high gaan formeren en een weg naar beneden gaan inzetten. En wanneer wij die weg naar beneden inzetten, is het in ieder geval te hopen dat wij op dit punt voldoende steun gaan vinden. Want doorbreken wij dit punt, wordt het mijn inziens wel heel erg serieus. Wat mijn inziens begon als een rustige cryptoweek, ontaarde toch in een zeer volatiel weekeinde. Niet alleen qua prijs, ook de geruchten en nieuwsmachine begon lekker te draaien, zo halverwege de week. Bitcoin Magazine trapte de week rustig af en dook met ons wat verder in het fundament van Bitcoin. En kopte 7 factoren die kunnen leiden tot een bitcoinprijs van boven de $20.000. Zo refereerden ze aan de oplopende staatsschuld, de verliesgevende staatsobligaties en stelden ze de vraag of het huidige monetaire stelsel van centrale banken wel voldoende functioneert. De handelsoorlogen op 2. Hetgeen een zeer negatief effect kan hebben op de aandelenmarkt. 3. De Bitcoin halving komend jaar, een moment waarop prijzen erg gaan bewegen. Het minder risico worden van Bitcoin, hetgeen zou kunnen zorgen dat meer mensen durven in te stappen. Toestroom van institutioneel geld op 5. Meer grote bedrijven zoals Starbucks en Whole Foods accepteren Bitcoin betalingen. En tot slot op nummer 7 de afkeer van autoritaire macht. En weten jullie het nog? De grote attack op Binance rond mij waar criminelen een grote som Bitcoins buitmaakten. Van de week werd het duidelijk dat deze Bitcoins werden verplaatst op de blockchain. Een totaal van 707 bitcoin werd verstuurd van het ene walletadres naar een aantal andere. Dat is dan weer het mooie en transparante aan de blockchain. En zoals op deze afbeelding goed is te zien, kan het geld nauwkeurig worden gevolgd. Het bijzondere aan dit alles was dat CZ, de CEO van Binance, even kortstondig opperde om de transactie terug te draaien. Hetgeen natuurlijk alles behalve een decentraal systeem zou betekenen. Hier stapte hij dan ook snel vanaf en zal zich nu waarschijnlijk aan het bezinnen zijn op een ander plan.
In de telecommarkt is het op dit moment ook vechten wie nu als eerste een volledige cryptocurrency geïntegreerd systeem kan uitrollen en dus applicaties en techniek beschikbaar kan maken voor de gebruikers. Van de week was het de beurt aan LG met hun zogenaamde Tink Wallet, waar je als gebruiker je cryptocurrencies in kan opslaan. Samsung en HTC gingen het bedrijf al eens voor, want zij leveren nu al modellen met een zogenaamde cryptocurrency wallet. Een toch wel zeer opmerkelijk bericht kwam afgelopen week vanuit de hoek van Tron en Justinson. CryptoClan kopte gekscherend de Dr. Jekyll en Mr. Hyde van de cryptowereld. In China is men op dit moment in de ban van het Wavefield Super Community schandaal. Want wat is er aan de hand? Volgens ingewijden blijkt dat de hele Super Community, de andere naam voor Tron, een groot piramidespel is. En dit maakte van de week dat betogers de kantoren van Tron en een andere partner in China bestormden en enige tijd bezet hielden. Tron was op dit moment ook even van de radar, niet bereikbaar. En de politie moest eraan te pas komen en heeft de betogers uiteindelijk kunnen verjagen. Maar goed, na die tijd van radiostilte kwam Justinson afgelopen week toch met een reactie. Op zijn Twitterpagina schreef Justinson dat de operaties van het bedrijf even stil lagen door alle disrupties van de betogers. Dit resulteerde in een politiepresence. De politie was aanwezig bij de kantoren van Tron. Hij heeft natuurlijk zeker sympathie voor degene die slachtoffer zijn geworden van dit fraudespel. En de volgende afbeelding deed mij toch wel erg in de lach schieten. En deed mij denken aan van die oude films met politiemannetjes die vanaf de overkant van de straat aan het gluren zijn of alles wel in de haak is. Volgens CryptoNews is dit hoe de US Belastingdienst aan het controleren is op cryptocurrencies. Agenten die bij de IRS werken, laten we zeggen bij de recherche, krijgen van de week een document uitgereikt hoe te controleren of men wel belasting betaalt en dan specifiek aangaande cryptocurrencies. Het benaderen van grote bedrijven zoals Apple, Google en Microsoft zou tot de mogelijkheden behoren om bijvoorbeeld downloadgegevens van gebruikers te checken op de aanwezigheid van mogelijke cryptocurrency transacties. Een zeer serieuze zaak als je het mij vraagt. Een lachwekkende foto, dat zeker. Maar ze liggen dus echt figuurlijk bij je op de stoep straks. Of dit op den duur gaat overslaan naar Nederland en of andere Europese steden, ik wacht het met spanning af. Wat anders grappigs vond ik van de week op Crypto Briefing. Ripple zoekt mensen. Mocht je nu zo gek zijn van crypto en een baan willen in de cryptocurrency space, is Ripple allicht iets voor jou? Het enige waar je even voor moet oppassen is dat er gewaarschuwd wordt voor de work-life balance. Die zou zeker wel verstoord kunnen raken wanneer je bij Ripple zou gaan werken. En Coinbase richt mogelijk speciaal bedrijf op als verzekering voor crypto-tegoeden. Dit om bijvoorbeeld goed beschermd te zijn tegen hacks, zodat Coinbase nog wel bij het geld kan om klanten te kunnen uitbetalen, mocht er zoiets dergelijks gebeuren. In samenwerking met de Britse verzekeringsmaatschappij AON gaat het een zogenaamde captive company opzetten. Hetgeen een geregistreerde dochteronderneming dan is van Coinbase. Andere bedrijven gingen Coinbase al voor. Denk aan Fortune 500 en andere bedrijven die ook soortgelijke constructies hebben opgezet voor hun klanten. Mijn inziens een zeer goede zet en geeft een veilig en goed gevoel.
En laat uiteraard zien dat Coinbase zijn zaakjes goed op orde heeft, dan wel bezig is deze op orde te brengen. En Litecoin, het is bijna zover voor LTC. Een spannende tijd, zo een maand voor de halving. In Bitcoin Magazine konden we van de week lezen hetgeen de CEO hierover had gezegd. Lee doet zijn uitspraken in een interview met YouTube-kanaal CryptoLove. Een aantal uitspraken over zijn verwachtingen. Hij zegt onder andere: een halving event is een schok voor de blockchain als geheel. Het kan negatieve effecten hebben omdat miners als gevolg van de lagere beloning hun machines uitzetten, omdat het minen niet winstgevend is. Dit kan tot gevolg hebben dat transacties minder snel geverifieerd en bevestigd worden. Uitspraken welke prijseffect de halving heeft is moeilijk te voorspellen. Deels is de stijging al de afgelopen maanden ingeprijsd. Op de lange termijn zie ik de prijs van LTC wel stijgen, maar op de korte termijn is het zeer onzeker. En ook de SEC liet weer eens van zich horen en ditmaal door een blockchainbedrijf de toestemming te geven om tokens via een initial public offering te verkopen. Blockstack kreeg namelijk van de week als eerste project de A+ status. Blockstack noemt zichzelf een gedecentraliseerd computernetwerk voor gedecentraliseerde apps. De IPO van 28 miljoen is de eerste waarbij investeerders tokens zullen ontvangen in plaats van aandelen. En de eerste die toegankelijk zal zijn voor iedereen. Maar wil je hier nu meer over weten, kijk dan zeker even de video van Ivan on Tech. Ik zal de link opnemen in de beschrijving van deze video. Hetgeen mij direct brengt bij het nieuwe onderdeel van het Crypto Weeknieuws. Ik wil namelijk iedere week een YouTuber extra onder de aandacht brengen die het beste, leukste, grappigste of uiteraard meest interessante filmpje heeft gemaakt voor ons cryptofans. En natuurlijk heb ik daar ook jullie hulp bij nodig, want heb je nu zo'n filmpje gezien, deel die dan even met ons via de comments onderaan deze video of natuurlijk via social media @CryptoSanders. En dus de YouTuber van deze week, Ivan on Tech. En ook Donald Trump sprak van de week over Bitcoin. En liet in een tweet weten dat hij zeker geen fan is van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Ze zouden naar zijn zeggen geen geld zijn en puur gebaseerd op lucht. Maar het erger nog, hij vergeleek het zelfs met illegale activiteiten zoals de drugshandel. En hij maakte ook gelijk even gebruik om Facebook Libra een munt kort en klein te maken. Als Facebook een bank zou willen worden, moeten ze zich vooral aan alle banking regulations houden. En Trump besluit dat er maar één echte munt is en dat is gewoon de dollar. We sluiten deze week af met Binance. Het is nu dan toch echt eindelijk zover. Binance Margin Trading Official. Vorige week bespraken we nog de soft launch. Maar zoals we nu kunnen zien, gaat de cryptobeurs de volgende munten aanbieden met een hefboomconstructie van X2, Bitcoin, Binance Coin, Ethereum, Tron en Ripple. Natuurlijk moet daarbij gezegd worden dat margin trading niet iets is voor nieuwelingen. Het is namelijk handelen met geleend geld van de exchange. En kijken we naar de overige altcoins, zien we ook dat Ethereum het zwaar heeft. Daar waar we vorige week nog dit punt bespraken en een mooie rally naar boven zagen, zien wij dat we zelfs even door het steunpunt van week 24 zijn gegaan. Maar vandaag toch mogelijk weer de weg naar boven aan het zoeken zijn. En zoals we net al bespraken, is het voor Litecoin op dit moment ook erg spannend. Litecoin daalt afgelopen week met maar liefst 23,84%. En laten we tot slot kijken hoe het met de prijs van Tron is gesteld. Na al die politie- en betogersinterventies.
laten we zeggen vanaf dit punt naar het punt van gisteren, dan zien wij dat Tron zo'n 23,24% naar beneden is gedoken. En dit terwijl ook Tron in een zeer mooie uptrend zich bevond. Maar of je deze prijsdaling nu volledig kan toerekenen aan deze gebeurtenissen, ik weet het niet. Want zoals we bij alle overige altcoins ook zagen, waren het dubbele cijfers in de min. Allicht is Justin Sun erin geslaagd om met zijn berichtgeving de gemoederen weer iets wat te bedaren. Maar in deze zal natuurlijk de toekomst dat moeten uitwijzen. Cryptofans, het was weer een innoverende week afgelopen week. En heb je nu genoten van deze video? Doe dan zeker nog even een duimpje omhoog. Abonneer je op het kanaal en zet de notificaties aan om geen weekupdate meer te missen. En ben je nu net begonnen in crypto? Kijk dan zeker ook onze Starten met Crypto video's. Voor nu bedankt voor het kijken, een fijne week gewenst en tot de volgende week.